morgen. Het is vandaag woensdag. Wij zijn net wakker geworden. En we gaan nu ontbijten. Ik had vandaag eigenlijk een afspraak. En die zou eigenlijk over een kleine 10 minuten plaatsvinden. Maar die is helaas afgezegd. Of tenminste, ik zal mijn wimpers vandaag gaan doen voor onze citytrip. Maar de wimperstyliste is ziek en ik zou het bij iemand anders moeten doen. Maar dat vind ik niet zo chill. Want ik had al eens eerder gezegd dat ik een keer paniekaanval had gehad toen iemand mijn wimpers deed. Dus ik hou het wel liever bij één persoon. Oh, lekkernis. Ja, jij gaat mij dus een lekkere massage vanochtend. Ik sta alles kapot gemaakt. Ja, maar jij doet ook altijd hard hoor. Nou jongens, wij gaan lekker ontbijten. Even serieus, kijk het ontbijt van Nessie. Mensen gaan misselijk worden met hem. Je hebt echt een good life. Ik had nog niet zin om echt uitgebreid te ontbijten. Ik eet pure chocola met koffie. Zwarte koffie trouwens. Zo, net uit de douche. Ik moet even Essie meebellen, want waarschijnlijk ga ik met haar mee naar haar wimperstyliste. Want ze had nog gelukkig plek voor mij. Ik moet daar nog even bellen om te regelen hoe en wat. Ik ga nog even snel mijn haren doen, want ik mag echt iemand nat haar naar buiten, anders word ik echt ziek. Dit is echt zo'n heerlijk moment. Zo, ik heb mij een soort van klaargemaakt. Ik moet alleen nog een chille outfit zoeken, want we gaan onze wimpers doen en dan wil ik gewoon echt een heel chille outfit. Je moet nooit een warme trui of zo aan doen als je je wimpers gaat doen, want ik krijg daar echt spaasbenauwd van. Ik ga nu even snel iets gezonds eten. Dat ik niet met een lege maag naartoe ga. Want daar krijg ik volgens mij... weet je waar ik denk ik echt paniekaanvallen van kreeg? Van suiker. Trouwens, mijn nagels. Ik ga stuk. Nog eens is het trouwens echt de chillste pyjama ever. Dit is zo'n fijne pyjama van de Pri. Ik wil vandaag heel graag weer avocados eten. Dat heb ik alweer 2 dagen niet gedaan. En dat ga ik op deze plekkers eten. Ik heb nog gamba's. Ik ben niet heel veel zin in eigenlijk. Oh, ik dacht bijna dat ik maar 1 cracker had. Maar ik heb hier nog een paar gelukkig. Dus deze pyjama hoort dus eigenlijk niet zo. Hij hoort eigenlijk gewoon best wel een beetje zo strak te zitten. Maar het is gewoon een maat L. Maar hoe fijn is dit tijdens het slapen gaan, jongens? Hira is gewoon de hele tijd aan het zeuren. Wat is er? Wil je naar buiten? Kom. Kijk. Nee? Oh. Helemaal mislukt. Een keiharde avocado die zogenaamd eetrijp moest zijn. Ik kon hem niet eens snijden, dus mijn hele cracker is gewoon gebroken. Ik ga hier wat anders op doen. Oh, breakfast. Ziet er niet uit, maar oké. Okay. Nu is weer terug van het sporten. Ik zou eigenlijk meegaan, maar ik wil alles niet redden. Jongens, het is echt super gezond. Maar of dit lekker is. Even avocados. Ik ga alleen lekker eten in combinatie met andere dingen niet zo leeg, maar het is wel fucking gezond. Inmiddels al mijn vitamintjes geslikt. Ik heb mijn trainingspak aan van Puma, een veel te grote broek die je niet ziet. Even kijken, moet ik wel zeggen? Ja, dat is het. Nu is hij aan het douchen. Dit is toch echt cute. Ik zit inmiddels in mijn auto. Ik zit inmiddels met Esme in de auto, maar die wil niet op beeld. Ze ziet er niet uit. Even kijken wat ik wou zeggen. Ik heb even mijn haar zo even een beetje los gedaan. Want het was echt zo kletsnat. Ik had het niet opgedroogd. Ik kan het een beetje drogen tot we er zijn. Want we gaan zo onze wimpers even allebei snel fixen. En we gaan voor een heel natural look. Dus ga niet meteen haten op ons. Dat wij 2 weken terug. Die zien er zo mooi uit zonder wimpers. Ja. Ga niet haten op ons, we zijn nog natural. Maar we willen even iets meer wimper. We zijn een beetje kaal. Dat is de planning. Wil je nog wat zeggen? Dag. Doei. We zijn inmiddels bij Sunita en ik ben net klaar. Besef, ik ben gewoon binnen een half uur klaar, jongens. Ik had niet eens tijd om een paniekaanval te hebben. Maar kijk hoe mooi naturel dit is. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Lekker mijn eigen wimpers, maar dan gewoon echt perfect. Het is echt mooi. Love it. Wat is jouw pagina eigenlijk, Sunita? Fabulous Beauty Company. Fabulous Beauty Company. Ik tag het wel even hieronder. Wij zijn nu inmiddels al bij klaar.
En ik ben zo blij met mijn wimpers. Echt, ik kan niet stoppen om naar te kijken. Echt heel erg mooi. Dat zijn echt heel mooi. Echt mooi. Ben je ook blij met je wimpers? Mag ik jou filmen of niet? Ik zie er echt niet uit. Ach, dan zij heeft ook heel mooie wimpers. Inmiddels ben ik bij SME, maar ik wil jullie even mijn kapsel laten zien. Ja, vet raar. Kijk hoe mijn haar is opgedroogd. Zo, die kleur is niet zo. Even de instellingen aangepast op mijn camera. Maar kijk één keer naar mijn haar. Ik ga helemaal stuk. Je ziet er toch helemaal niet uit als Miriam. New hair, don't care. Hey Ken. New hair, don't care, hè Ken. Lekker hoor. En Esmee gaat mij verlaten. Oh, ik ging koffie maken. Esmee gaat mij verlaten vandaag. Oh, doe dat niet zo. Ze gaat vannacht. Gaat ze gewoon helemaal alleen zonder mij naar Cape Verde. En dan heb ik geen vriendinnetje meer voor een week. Ik heb geen vrienden meer. Als ik iets ga doen. Ik heb echt geen vrienden meer. Ik voel me zo alleen. Maar kun je er ook even bij vertellen dat je zelf ook weggaat? Dankjewel. Maar dan ben je ook weg. Ja, nou mee. Jij bent toch ook weg? Ja, maar dat telt niet mee. Ik ben nog steeds 4 dagen alleen. Jij ook niet. Ja, nou, oké. Okay. Ik ben zo zielig, jongens. Ik ben altijd echt heel erg depri als Esmee alleen weggaat en dat ik dan achterblijf. Maar ik vind mijn haar wel echt heel grappig vandaag. Ik denk dat je je haar voortaan zo moet doen. Vind je het mooi of vind je het... Nee, doe maar gewoon weer normaal. Doe maar gewoon weer normaal. Ja. Nou ja, gelukkig zijn onze wimpers onfliek vandaag. Leuk, mijn look vandaag is zo niet Miriam gewoon. Comfy. Maar ik vind het wel leuk, hè. Ik zei vanochtend nog van, ik moet echt meer trainingspakken gaan halen. Van die mooie, weet je wel. Ja. Voor dit soort dagen. Dat je je wimpers gaat doen, dat je denkt van, nou ja, ik wil eigenlijk wel gewoon iets relaxed aan. Ja. Maar ik heb niet veel van die outfits. Ik moest vandaag eigenlijk ook nog naar de Zara, maar dat heb ik niet gered. En Esmee gaat nou koffie voor ons maken. Oh ja, en Esmee lachte mijn nagels ook uit vandaag. Mijn telefoon laten flikkeren. Wij gaan nu lekker een koffietje drinken. Ik ben inmiddels met Kenny in de auto. Ik kan Kenny chillen. Oh, die blauwe ogen, vet mooi. Esmee brengt mij dus even naar huis. Honey is op mij aan het wachten voor de deur. Ze moet even opschieten dat ze daar niet te lang wacht. En daarna ga ik met Hon richting Utrecht. Ik heb nog niet eens gegeten. Zo, je hebt echt een volle vlog. Je bent om een drukke dag. Ik ben inmiddels met Honey. Kijk haar jas dan. Ik ga helemaal stuk. Ze is helemaal kleurrijk vandaag. Je bent vandaag best wel vrolijk, vind ik. Ik heb veel geslapen. Wij gaan nu tanken en een beetje eten, want we hebben eigenlijk alweer nog niet gegeten. Dus ik hoop dat ze hier bij de tank iets gezonds hebben. En ze hebben Starbucks, dat komt mij ook goed uit. Ik heb echt zo snel gegeten, ik kan je niet eens laten zien wat ik net heb gegeten. Goedendag. Ik heb gewoon echt buikpijn omdat ik zo snel heb gegeten. In ieder geval, ik heb een frikandelletje op. Daar heb ik echt heel veel zin in. En wanneer ben je aan het eten? Gehaktbal. Net een nieuwe beker gekocht bij de Starbucks. Hebben ze opeens een nieuwe collectie. Kijk hoe leuk die roze bekers zijn. Gezellig hoor, hoor. Het is echt heel raar, maar ik heb dus een theetje genomen bij Starbucks. Ik heb English breakfast. Wij zijn net aangekomen. Wij zijn nu bij Masson de Bel. Ik heb vorige keer hier mijn kaak gedaan. Tenminste, de botox in mijn kaak voor kaakklemmen. En ik ga er vandaag weer even langs. Dat is wel nodig. Vandaag weer met Iman. Ze heeft mij net behandeld. Ik ga je later wat meer over vertellen. Maar let op wie ik heb meegenomen. Zij gaat gewoon nu gewoon behandelen. Wat ga je doen, Hon? Ik denk hier een beetje opvullen. Ja, zij gaat voor het eerst keer fillers doen in haar leven. En Hon? Beter, hè? Veel beter. Veel zachter. Het is echt mooi. Ik ben echt happy. Ben je blij? Dankjewel. Ja. Ze heeft nu echt zo'n zachte gezicht. Weet je, ik zag haar dagelijks. Ze had best wel diep hier, maar het is nu zo zacht geworden. Ben je blij mee? Ik ben echt natuurlijk, blij. Hè? En ze heeft 1 milliliter gedaan. Ze zeiden wel dat ze iets meer nodig had, maar dit is gewoon heel echt natuurlijk. Dus we houden het gewoon lekker zo. We gaan voor natuurlijk dit jaar. Zo, net thuis. Het is inmiddels
9:15 en mijn vlog staat nog steeds op online. Ik had het al wel bewerkt, maar ik had nog niet gered om het te uploaden. Dus ik ga het nu snel uploaden. En als het goed is, komt hij dan om 9:00 online. Een uur te laat, maar hij komt wel online, jongens. Sorry. Wij zitten weer in de auto inmiddels. Mijn vlog is geüpload. Een uurtje te laat, dat maakt niet uit. Hij staat nu wel online. Sorry daarvoor. Wij zijn nu bij de McDonald's. Ik ga even een koffietje halen. Ik ben helemaal kapot. En Hon neemt een hamburgertje. Ja, trouwens, wat ik ook zeggen. Gisteren was ik dus op Instagram. En toen kwam dus Kylie Jenner online. Of ze kwam live, zeg maar, met haar make-up artiest Ariel. En ik zag, zeg maar, hoe hij haar opmaakte. En ik kreeg echt gewoon gelijk zin om mezelf helemaal op te maken. Hij heeft haar echt zo mooi opgemaakt. Maar wat ik vooral bij hem heb opgemerkt is dat hij zoveel poeder gebruikt, jongens. Niet normaal. Hij heeft iets van 4 settingspowders gebruikt. Nog compacte poeder. Maar dat ga ik ook even uitproberen morgen. Ik moet nu even betalen. Doei. Maar ik wil zeggen, ik ga dus even morgen uitproberen met verschillende settingspowders. Want ze doen hieronder dus een roze settingpowder. Ik heb trouwens haar poeders, haar settingpowders, heb ik dus laatst besteld. Maar die heb ik nog niet binnengekregen. Maar ze doet hier dus roze, ze doet hier beige. En ze doet voor de contour ook nog gewoon in de kleur dark. Dat ga ik allemaal uitproberen, jongens. Lekker, een slaatje voor mezelf gemaakt. Ik had er echt zoveel zin in. En ik ga even kijken wat er op Netflix allemaal... Te zien.